De Nationale Partij Suriname, NPS, bestaat donderdag 70 jaar. Ondanks het feit dat het land nu in een zeer moeilijke periode zit, is het volgens voorzitter Gregory Ruslan toch noodzakelijk deze dag niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Ruslan sprak vandaag op een persconferentie in verband met de herdenking van het 70-jarig bestaan van de partij. Hij liet de hoogtepunten van de verschillende NPS-regeerperioden de revue passeren. Rusland gaf onder andere aan dat de oprichting van de stichting Volkshuisvesting een verdienste is van de NPS, evenzo de start van de volkswoningbouwprojecten. Vandaag wordt er zoveel over gesproken, maar de NPS heeft de leiding gehad in de eerste projecten die, waar we vandaag de dag natuurlijk vergeten is dat die er bestonden. Dat is Zorg en Hoop, Marentrente, Beekhuis, een natuurrensproject, welgelegen en zo kunnen we doorgaan. De bouw overigens van het Academisch Ziekenhuis en Diakonessenhuis is in die periode van onder andere onze oud-voorzitter Johan Adolf Pengel ter hand genomen met bouw van polyklinieken in het binnenland. Vaak wordt gezegd, wat heeft de NPS gedaan voor het binnenland? De NPS heeft op het onderwijs- en gezondheidsvlak een heleboel gedaan in de afgelopen 70 jaar. We hebben verder de invoering van het middelbaar onderwijs in Suriname, de AMS en later Miranda Lyceum werd opgericht, kweekschool. De oprichting van de universiteit, u weet dat de oprichting van de universiteit in 1968 heeft plaatsgevonden, maar dat de eerste stappen zijn genomen in 1966 bij 100 jaar Staten van Suriname. En dat is toen een cadeau geweest van de regering, toen onder de heer Pengel aan de gemeenschap. We hebben gezien de bouw, aanleg, Oost-West-verbinding in de jaren 60 en de verschillende trajecten die zijn uitgevoerd, daarover hoef ik niet te praten, vanaf Garnizoenspad, Boskamp, Jenny, Ingi Kondre, Burnside, etc. Rusland gaf verder aan dat vele zaken die door de NPS zijn geïnitieerd en uitgevoerd, nu voor granted als vanzelfsprekend worden genomen. De NPS-voorzitter memoreert dat de Groene Partij verschillende projecten heeft gerealiseerd ten behoeve van het Surinaamse volk. Over de elektriciteit kan ook heel veel gezegd worden. We hebben situaties gekend waarbij het maanden, soms jaren duurde voordat je kon beschikken over stroom. Mensen bouwden niet eens meer. En wanneer ze vroeg waarom, dan was het, ik ga toch niet over mijn stroom kunnen beschikken. We hebben die situatie in 2010 overgedragen aan de huidige regering. Waarbij als je je huis nu hebt gebouwd, dat je binnen een week kan beschikken over stroom. Helaas moeten we merken dat we na 6 jaar zogenaamd progressief beleid weer in een situatie beland zijn. Dat wanneer mensen die stroom aanvragen, ik wil er nog deze week iemand klagen voor me. Dat ze waarschijnlijk wel de keuring kunnen krijgen voor hun stroomvoorziening. Maar dat er geen materialen zijn en volgens EBS het pas volgend jaar zal gebeuren. Dat is de situatie waarin we vandaag de dag beland zijn. Mensen, vergeet u niet wat wij hebben gedaan. En nogmaals, men neemt het voor granted wat gedaan is in het land onder leiding van regeringen met de NPS-signatuur. Gregory Ruslan, voorzitter van de NPS. Volgens hem bagatelliseert men steeds de verdiensten van de NPS van de afgelopen 70 jaar. Dit terwijl ons land nu juist nu financieel-economisch aan de grond is. Er is geen vertrouwen en de verschillende sectoren zijn in problemen. Op de jaardag van de partij, donderdag aanstaande, zal om 10 uur 's morgens de traditionele kranslegging bij het standbeeld van Pengel plaatsvinden. 'S Avonds zal er in het partijcentrum een dankdienst gehouden worden, gevolgd door een toespraak van de voorzitter.